Je ziet er goed uit. Dat geldt niet voor Jack Nicholson, begrijp ik, René. Nou, je bent bij Jack bezig, hè? Mooi, hè? Mm. Nee, dat vond ik echt. Ik heb vanmorgen kwam ik die foto's tegen. Kijk, we staan. Hallo, zeg. 85. Ja. 2 jaar niet buiten geweest. En 2 jaar niet gewassen. 2 jaar niet gewassen. Ja, mooie foto's, man. Maar dat was toch een grootheid? Ja, maar hij leeft als een kluizenaar. Ja, maar het was zinnig. Mijn ook. Maar hij leeft als een kluizenaar. Hij wilde niet meer op een gegeven moment. Twee jaar heeft echt niemand hem gezien. Dit was de eerste keer dat ze weer... ze waren er dan schijnbaar snel bij. Maar hij is toch goed, man, die kop. Ja, hij is een tikje verloederd. Hij heeft een zware nacht gehad, denk ik. Ja, en ik kwam hem het beste in. Die hebben niet meer één glaasje wijn gehouden af, denk ik. Denk jij wel. Lekker, man. Jack, 85. Ja, ik weet nog goed dat die man de eerste keer zag. Een Easy Rider zat hij achter op zo'n motor. En toen een bijrolletje, maar hij stal de show. Wat maakte die film nou zo bijzonder? Eigenlijk was het toch geen zak aan, die film? Ja, dat was voor mijn type jongeren toen wel de film. Dat was de cultfilm, Easy Rider. Ja, maar waarom eigenlijk? Want ik heb hem laatst zitten kijken. Die man is nu... Kijk, al die films die je nu bekijkt, die zijn nu heel erg gedateerd. Want vaak dan verlopen ze traag. Nu wisselen ze veel vaker van beeld, die regisseurs. Ja, het waren gewoon twee hippies op een motor die door Amerika toerden. Ja, dat bedoel ik. Dat gebeurde eigenlijk geen fluit. Maar als je nu het boek van Jack Kerouac on the road leest... dan denk je, wat ben ik mee bezig? Er komt geen end aan. En in de jaren 60 verslond je het. Ik kom Wanvloer of de Koekoesnest. Een prachtige film met hem. Fantastische film. Dat was echt een mooie film. Maar bijna alle films, man. Een geweldige speler. Ja. Maar een geweldige generatie, Robert De Niro. En wat je laatst van Robert De Niro liet zien, weet je wel, dat om je bij jezelf te blijven, hoe belangrijk dat dan ook is. Goed is dat, man. Hè? Dat je kan denken dat het iets voorstelt, maar... Geen reet. Dat stelt helemaal geen hout voor. Geen reet voor. Nee. Zouden meer mensen moeten beseffen, hè? Ja. Dat is zeker weten.